En wij gaan nu rechtstreeks over naar Puttershoek voor Nederland Muziekland. Goedenavond en welkom. U bent rechtstreeks verbonden met discotheek Alcazar in Puttershoek. We hebben weer het beste dat Nederland te bieden heeft op muzikaal gebied. We hebben drie Belgische acts. Wat te denken van Stef Bos, wat te denken van Raymond van het Goede Woud en Clouseau. Kan je verwachten, we hebben Nancy Boyd en Rob de Nijs die speciaal is opname voor dit programma. Dus we kunnen beginnen. Is het licht klaar? Zijn de camera's klaar? En de belangrijkste vraag, is het publiek klaar? Ja! Nou, dan kunnen we wat mij betreft beginnen. Wat dacht u van een artieste die al twee keer eerder hier was in Puttershoek, maar ze is voor de derde keer, want ze heeft een fantastische nieuwe single opgenomen. Haar naam is Sandra Remer en het nummer heet He Was The One! Kijken naar de uitreiking van de Nationale Edisons Populair 1991. Het wordt gepresenteerd door Mark Klein-Essink. En u ziet onder andere optredens van Joep van het Hek, Stef Bos, André Hazes en De Nit.
Onderscheiding is de enige onderscheiding voor populaire en klassieke geluidsdragers van bijzondere artistieke kwaliteit. Voor de feestelijke uitreiking van dit jaar begroeten wij in aanwezigheid van een groot aantal prominenten uit de wereld van de populaire muziek, onder andere Stef Bos, Lisbeth List, André Hazes, De Nits, Francis Goya, Raymond van het Groenewoud, de Blue Diamonds, Jan Akkerman, Joep van het Hek en Jasperina de Jong. Na 30 jaar voor het eerst bij Veronica, hier zijn de winnaars van 1991. En uw gastheer vanavond is niemand minder dan Mark Klein-Essink. Laatste woord aan hand. Want wij zijn gekomen aan het eind van deze uitzending van Nieuwslijn. Volgende week donderdag dan zijn we er weer. Graag tot dan. Aanstaande dinsdag zie je in Tycoons een portret van de eigenzinnige modekoning Karl Lagerfeld.